Welkom, wat een grote hoeveelheid mensen. December is de maand waar het eigenlijk maar om één ding draait in heel Nederland, de top 2000. En er is nu ook een boek verschenen, De Muziek Zegt Alles, de top 2000 onder professoren. En daar hebben allerlei hoogleraren uit heel Nederland hun licht laten schijnen over die top 2000. Vanuit hun eigen vakgebied. Ja, normaal is het studium generaal wel erg leuk, maar nu op zo'n feestavond is het extra leuk. Hè? Dit is eigenlijk ja, van alles wat bij elkaar over dat ene thema, de top 2000. Muziek is natuurlijk een onderwerp dat de sociologie en de inderdaad statistiek raakt. Je kunt daar allerlei modellen op loslaten en ik vind het heel grappig om dat te zien doen. We gaan beginnen met de eerste echte Groningse hoogleraar, professor. En dat is Huub Wijfjes, kom er maar alvast bij. Media-historicus. Het ontstaan van denkbeeldige gemeenschappen en de mobilisering tot gedrag. Dat doet radio in 80 jaar met de maatschappij. Krijgen we een hele moderne blik in onze leefwereld. Dit gaat over radiomuziek, wat de radiomuziek met mensen heeft gedaan in het verleden. En waarom het nog steeds eigenlijk dat doet, ondanks het feit dat media erg veranderen. Ja, mijn college ging over de statistiek van de top 2000, over de leeftijd van de nummers en over supersterren. Dus met 57 nummers voor in de top 2000. Traint wel verjonging op. In de 2011 editie hebben meer jonge mensen gestemd. Ik ga zo meteen telkens u een nummer laten raden en ik geef telkens aanwijzingen, cues. Wie kan dit thuis brengen? Heroes in the Seaweed. Je hebt het nummer honderden keren gehoord. Leaning Out for Love. Suzanne. En wat is uw geboortejaar, meneer? 48. Het nummer was een hit in 67. Mijn idee was dat er op je 15 zo'n beetje een popvenster open gaat. En dat gaat, als je een jaar of 25 bent, ook weer dicht. Dat betekent dat je je leven lang eigenlijk de mooiste muziek zult blijven vinden wat een hit was toen je een jaar of 20 was. Ik geloof echt dat je gelukkig kan worden van muziek, niet per se uit die 15 tot 24 periode, want daar zit niet per se per definitie je beste smaak. Durf je te verdiepen en durf verder te gaan en dan kom je ontzettend mooie dingen tegen als je de moeite neemt om te zoeken. En als je dan ineens zo'n pareltje als Talk To Me of zo'n liedje van Little Willie John hoort, dan hoop ik dat hetzelfde gebeurt met jou als dat met mij, dan beleef je gewoon die 2,5 minuut als puur geluk. Ja, dat is een enerverende avond met veel tempo erin. Dat is leuk. Op een podium, een beetje popambiance, warm, zweterig, bierlucht, zaal die leuk meedoet. Dat is echt een genoegen om te doen. Ik vond het heel leuk om te doen. Ik was er best wel zenuwachtig voor, omdat je tussen echt serieuze mensen staat die echt ergens voor geleerd hebben. En ik doe maar wat. Maar ik vond het een leuke avond. En dat heeft gewoon te maken met het publiek dat er zin in heeft. Dat blijkbaar die top 2000 leuk vindt en muziek leuk vindt.